De Nijmeegse politie kreeg maandagnacht een melding dat twee meisjes van 15 en 17 jaar vermist werden. Ze waren weggelopen. Vervolgens is er een tweet verstuurd om twitteraars te laten helpen bij de zoektocht. De namen en de foto's worden nog niet bekendgemaakt. Wel geeft de politie signalementen. Een van de meisjes is een 17-jarig meisje, blanke huidskleur, 1,70 lang en zij heeft een gezet postuur. Dit meisje heeft lang bruin stijl haar en een zwarte bril. Het tweede meisje is 15 jaar, ook blank en is 1,56 lang. Zij heeft een normaal postuur en lang bruin krullend haar. Dat zij waren weggegaan, dat werd maandagnacht opgemerkt en toen zijn wij ook geïnformeerd en is ons onderzoek naar deze meisjes gestart. Het is zo dat op dit moment wij niet het vermoeden hebben dat er sprake is van een misdrijf, dus dat eventjes ook vooropgesteld. Maar mochten mensen deze meisjes zien lopen of weten waar deze meisjes zijn, dan is het verzoek of zij contact opnemen met de politie. Dan kan via het algemene nummer 0900 8844... of via een contactformulier met bijvoorbeeld de wijkagent via politie.nl. Maar dat kan ook via het Twitter-account van de politie in Nijmegen of van je lokale wijkagent als je dat Twitter-account kent. De politie legt ook uit waarom ze niet gewoon de namen en foto's van de meisjes bekendmaken. In dit geval gaat het ook om jongeren. Je hebt sowieso in iedere situatie te maken met de privacy. En als we natuurlijk nu een jongere op Twitter zetten of op Facebook, dan is het zo dat als het eenmaal gedeeld wordt, en dat is toch ook wel wat je wilt, de kans aanwezig is dat na jaren diezelfde foto nog steeds te vinden is op internet. Toch komt het soms voor dat namen en foto's van vermiste personen op sociale media worden geplaatst. Nou, als er sprake is, stel dat er sprake is van een ontvoering en de kans dat je misschien wat wordt aangedaan, dat je wordt gedood of zoiets dergelijks, dan geldt die privacy niet meer. Weet je, dan wordt dat overboord gegooid. Dus dan is er ook echt sprake van een misdrijf.